Sorry, maar ik kan me echt niet aannemen. Ja, oké. Is goed maar. Ik hoop dat u iets anders vindt. Dank u wel. Dag. Dag. Fijne middag nog. Ja, dank u. Ik vind dat een docent er geen hoofddoek op mag, want leerlingen die niet gelovig zijn of een ander geloof hebben, kunnen zich storen aan deze geloofsuitingen. Hey, weet je wat er is gebeurd? Ik ben alweer niet aangenomen bij een openbare school. Oh, dat is echt vervelend. Zijn ze ook waarom? Nee, dat doen ze nooit, maar ik weet zeker dat het door mijn hoofddoek komt. Maar heb je nooit aan gedacht om je hoofddoek af te doen? Ik bedoel, je bent echt al zo vaak afgewezen. Nee, natuurlijk niet. Het is deel van mijn geloof. Ik voel me geen goede moslim als ik geen hoofddoek draag. En het is gewoon discriminatie als ze me daarvoor niet aannemen. Ja, oké, daar heb je ook wel gelijk in. Ik vind het gewoon niet eerlijk. Zelfs op een openbare school word ik niet aangenomen. Aan de ene kant snap ik het wel hoor. Ik bedoel, het is een openbare school. Dus geen van mijn docenten laat zien waar hij of zij gelooft. Maar ik wil gewoon lesgeven. En de kinderen op die school mogen ook een hoofddoek dragen. Ja, dat weet ik. Maar de ouders en de kinderen kiezen juist voor een openbare school. Waarin zijn geloof niet centraal staat. De kinderen die geen moslims zijn, kunnen zich eraan storen en denken dat ze beïnvloed worden. Wat is dit lastig zeg? Ja, dat weet ik. Maar de kinderen in de klas mogen ook geen pet op. Ik bedoel, de school vindt dus ook dat je geen hoofddoek om mag, anders geef je niet het goede voorbeeld. Ja, maar dat is toch heel wat anders? Ja, het lijkt er eigenlijk best wel veel op. Ja, ik vind van niet. Ik vind dat de docent wel een hoofddoek op mag. Want het is een openbare school en iedereen heeft het recht om zijn geloof te uiten. Er komen twee vrouwen solliciteren. Eén vrouw draagt een hoofddoek, de andere vrouw draagt geen hoofddoek. Ze hebben beide dezelfde opleiding gedaan. Wie zou u eerder aannemen? Ja, ik zou die zonder hoofddoek toch wel aannemen. Want ik wil niet dat er een mogelijkheid is dat mijn leerlingen worden beïnvloed door het geloof van collega's. En we hebben christelijke kinderen ook op deze school. Nou, dan kun je beter maar wat neutraal blijven in het onderwijs. Ik vind dat een docent er geen hoofddoek op mag, want dat kan de communicatie tussen leerlingen en docenten moeilijker maken. Ik vind dat een docent wel een hoofddoek zou mogen dragen. Ik vind niet dat er getwijfeld mag worden aan de kwaliteiten van een docent, alleen omdat ze een hoofddoek draagt. Als dit wel het geval is, dan vind ik wel zeker dat er sprake is van discriminatie. En wat vindt u? Mag een lerares met een hoofddoek worden geweigerd op een openbare school?